Dit is Kees van de Meent voor Winsum Nieuws vanuit Kloosterburen. Normaal gesproken plaatsen we niks uit Kloosterburen, wij hebben daar weinig aandacht aan. Maar er is vanaf 4 uur oudejaarsavond de 28-jarige Jesse van Wieren spoorloos verdwenen. Vertrokken hier vanuit café Willybrod achter me. Er is inmiddels gezocht met helikopter, er is gezocht met honden. Op dit moment is de waterpolitie bezig, of de brandweer, met sonar wat dingen af te zoeken. 60 mensen uit Kloosterburen hebben gisteravond al gezocht. En in de kantine van de voetbalvereniging Leens zit op dit moment ongeveer 100 vrijwilligers die zo net een aantal uren hebben gezocht. Waar Jesse is, het is op dit moment nog een raadsel. Dit is Kees van de Meent voor Winsum Nieuws. Inmiddels is de zoektocht verder uitgebreid. Het dorp Kloosterburen is nagenoeg uitgekampt door politie, vrienden, bekenden. En op dit moment gaat het tussen Kloosterburen en het even verderop gelegen Leens. We gaan eens even verder kijken. Dit is Kees van de Meent voor Winsum Nieuws bij FC Leo. Er is net een briefing geweest voor ongeveer 100 aanwezigen hier. Op dit moment is het zoeken met zo'n grote groep is gestopt. De recherche heeft de zaak nu in handen genomen en gaat de zaak verder onderzoeken. De vrijwilligers hier hebben te horen gekregen dat als hun hulp nog nodig is, dat ze dan daarvan in kennis gesteld worden. Laten we het beste er maar van hopen.